Welkom graad 11 leerders en opvoeders bij de derde eenheid van de graad 11 inhoud bij die program van Cape Town Holocaust and Genocide Center. Mijn naam is Ursula Gaffley en ik is een van die opvoeders bij die Kaapstad se centrum en ons bied programma aan voor verschillende groepen. Ons gaan kortliks een samenvatting doen voor ons verder gaan met die pseudowetenskap van eugenetica, van die inhoud wat gedek is in die inleiding en die vorige eenhede. Waar begin ons? Graad 11. Gevolge van die wetenskaplike regverdiging van bevooroordeeldheid en racisme. Een samenvatting volg hierop. Die pseudowetenskaplike rastheorie en die wantoepassing van Charles Darwin sy studies in sociale Darwinisme het die volgende tot gevolg gehad. Regerings wereldwijd het geglo dat racisme wel bestaan, of die rastheorie wel bestaan. En racisme was een van die gevolge in die geloof van meerderwaardige en minderwaardige bloed. Individuele racisme was een uitvloeisel hiervan, waar bevooroordeeldheid toegepast was deur dat mense geglo het dat verskillende rasse minderwaardig, meerderwaardig is en hulle is as verskillend behandel. Wette het institutionele racisme vastgelê en daardoor is discriminatie en onderdrukking uitgeoefen. Een verdere uitbreiding was die regverdiging van kolonialisme, die oorheersing van sekere kulturele groepe, die onderdrukking van sekere menslike groepe, sowel as die praktijk van slavernij en kinderarbeid. Soos verduidelik in die inleiding, is wetenskap altyd in evolusie. En sekere wetenskaplike eksperimente en studies word gedoen, en een van die pseudowetenskaplike theorie en praktijke as gevolg van dit was die beleid van eugenetica. Waaroor het dit gegaan? Dit was een beleid wat aanbeveel was en toegepast was om mense met sogenaamde minderwaardige karaktereigenskappe uit gemeenskappe te verwyder deur die toepassing van gedwonge sterilisasie. Dit is belangrijk dat ons allemaal kan verstaan in watter context hierdie theorieën ontstaan en toegepas was. So ons gaan terug en ons kyk waar eugenetica hulle oorsprong gevind het. Die woord eugenetica beteken goedgebore of welgeskape en is oorspronkelijk uit die Griekse taal geneem. Die wetenskaplike Sir Francis Galton in die laat 18de en vroege 20ste eeuw het die beginsels van sociale Darwinisme toegepas op die menslike samenleving. Hy het geglo dat regerings wereldwijd die biologiese gezondheid van hulle gemeenskappe kon verwyder of kon verbeter deur die toepassing van die beginsels en hy was die eerste persoon wat die woord eugenetica begin gebruik het in sy geskrifte, wat hy wereldwijd versprei het deur mediese konferensies en mediese tydskrifte, en hy het vastgeglo dat die mensdom sy eie ontwikkelingsproses deur selektiewe voortplanting kon beheer. Hoe was dit gedoen? En waar het ons die oorsprong van selektiewe voortplanting gevind? Graad 11. Selektiewe voortplanting is een landbouwbedrijf en praktijk wat deur boere toegepas is, sedert diere vir huishoudelike doeleindes gebruik is. So wanneer jy kyk na die sketse op die skerm, dan kan ons dit gebruik as voorbeelde waar boere byvoorbeeld uitgevind het dat wanneer hulle 'n ram en 'n ooi gebruik wat baie wol het en hulle met mekaar afpaar, dat hulle baie meer wol produseer. En so het hulle voortgegaan
om koeien wat meer melk produceren voor te brengen, zowel als hoenders wat meer eiers kon produceren en schapen wat meer wol kon produceren. En dit is op baie ander dieren in landbouwpraktijken toegepast, want dit het eenvoudig beteken dat die boeren so doende meer geld in hulle sakke kon bring. Hoe was hierdie selectieve voortplanting toegepast op die menselijke samenleving? Die eugenetica beweging sy redenasie was soos volg. Hulle het geglo dat hierdie sogenaamde wetenskap die verbetering van die menselijke samenleving sou voortbring deur selectieve voortplanting. En dat in die proces dat alle individue in die menselijke samenleving wat is minderwaardig beskou is, verwyder sou word. En die vraag ontstaan, hoe sou dit gedoen word? Graad 11 op hierdie tydstip, vir ons net vir julle aanraai om hierdie terminologie te onthou. Want waar dit voorheen in praktijk op dieren toegepas was, soos teling en voortplanting, word dit nou op die menselijke samenleving toegepas. Kom ons kyk hoe die beweging verder hierdie beginsels gevoer het. Die eugenetica beweging het geglo dat die voortplanting van gezonde afstammelinge een menselijke beskawing en samenleving van sterk genetische afkomst sou voortbring en in die proces sou enig verbasterde elemente uit die menselijke samenleving verwyder word. Graad 11. Daar was een gedeelte van die beweging wat beskryf was as positieve eugenetica. En in hierdie afdeling was die voortplanting van die sogenaamde beste van die beste aangemoedig. Die ander kant van hierdie afdeling en van die beweging was die ontmoediging van die voortplanting van die sogenaamde swakker element in die samenleving en dit was beskryf as negatieve eugenetica. Die positieve eugenetica het wetenskaplikes en regerings geglo dat dit hulle sou toelaat om te fokus op vooruitgang en mag. En deur die beoefening van negatieve eugenetica sou hulle die vermorsing van geld en hulpbronne verhoed. Die probleem het ontstaan met die vraag wie sou besluit watter elemente die swakkes sou uitmaak en watter elemente die beste van die beste sou vorm. Waar het hierdie beweging ontstaan? En wanneer? Hierdie beweging het ontstaan in die vroeë 1900s en alhoewel dit aanvankelijk in Europa ontstaan het, het dit mettertyd 'n wêreldbeweging geword. Van hulle bydrae was positiewe bydrae tot die menselijke samenleving. Die volgelinge van hierdie beweging het geglo dat die menselijke samenleving sy gezondheid sou verbeter word met die toepassing van hulle beginsels. Hulle was ook optimisties dat hierdie wetenskaplike praktyke en veranderinge in die voortplanting van die mensdom komplekse probleme sou oplos. En in hierdie konteks gaan ons terug na die industriële revolusie waar baie mense van die platteland na stede verhuis het en omdat stadsbeplanning nie voorbereid was op hierdie toename in die bevolking nie, het oorbevolking ontstaan en probleme, sosio-ekonomiese probleme, soos dwelmverslaafdes, alkoholisme, armoede en prostitusie, het baie probleme veroorsaak in die bevolking van die stede. Aan die ander kant, sekere van die beginsels en praktyke van hierdie beweging het beter publieke gezondheid toegepas. Meer hospitale, meer klinieke, meer medische personeel het daartoe bygedra dat die algemene bevolking se publieke gezondheid verbeter het. Omdat hulle onderrig ontvang het oor hoe om hulle gesinne te beplan en hoeveel kinders om te het, het families
die nodige fondse gehad om hulpbronne aan hulle kinders te verskaf. En hierdie beweging het ook meer die dagte voorbereiding vir die huwelik toegepas en onderrig verskaf oor voortplanting. 'N ander praktyk wat echter baie wreed en problematies was, omdat hulle geglo het dat die sogenaamde swakkelinge in die menslike samelewing nie moes voortplant nie, was geforseerde sterilisasie uitgeoefen op die wat as ongeskik verklaar was, en dit was wettig in baie lande. Deur mediese konferensies, deur geskrifte en mediese joernale is al hierdie pseudo-wetenskaplike teorieë en beginsels reg oor die wêreld versprei. En soos jy kan sien, graad 11, was daar talle lande wat wetgewing toegepas het waar mense sonder hulle toestemming en teen hulle sin gesteriliseer is. In ons gevalle studies, Nazi-Duitsland en Australië, sal ons verder uitbrei wat die gevolge van hierdie toepassing van die beginsels van pseudo-wetenskaplike teorieë was. Baie dankie vir julle tyd en aandag, en ons verduidelik verder in eenheid 4. Tot ziens.